Elitaire Nationaal. Dat is eigenlijk de grootste reeks, eigenlijk de bekendste reeks, de reeks waar het om draait hier in België. Vertel eens, Maarten. Een vijfde plaats bij de Elitaire Nationaal is geworden Hans Urkes. Op de vierde plaats Patek Goddy. Op een derde plaats geëindigd. De man uit Begijnendijk die een transfer heeft gereden, verwezenlijk naar Ligier Verstruis, Kevin van Ovels. Er blijven nog twee renners over. En eigenlijk, als we ze moeten categoriseren, Jimmy Tillis, een heel goed talent in België, ex-countrygebied. En dan Nicolas Vermeulen, heel goed gespecialiseerd in de marathonreeksen, ook aan elkaar gewaagd. Ik denk niet dat ik lieg, Maarten. Nee. De winnaar is geworden bij de Elite Heren, Jimmy Tillis. Eerste vraag. Het winnen van de Benelux Cup, was dat dit jaar je beste prestatie of waren er nog meer? Het winnen van de Benelux Cup was eigenlijk gewoon een doel voor mij dit jaar. Ik was vorig jaar derde geworden en ik had gezegd volgend jaar wil ik de Benelux Cup winnen. En heb ik ook geluk dat het einde van de Benelux Cup is waarschijnlijk, dus ja, dat is wel mooi. Laatste winnaar van de Benelux Cup. Ja. Je bent zoveel jaren in de Belgische top. Hoe verwezenlijk je dat? Ja, gewoon door iedere winter keihard te trainen en probeer ieder jaar beter en beter te worden. En ja, het lukt me nog steeds, dus dan blijf ik ook steeds verder gaan. We zien ook bij jou steeds dat je het hele seizoen goed bent. Ik merk ook in de Benelux Cup, merken we in dit evenement dat je als eerste uitkomt. Is dat ook je doel? Nergens specifiek bovenuit steken, maar altijd goed scoren? Het systeem waar we eigenlijk op werken is gewoon een heel jaar heel constant rijden. En proberen enkele pieken nog bij te zetten naar bijvoorbeeld een winterslag en een BK, een EK. Winterslag sowieso voor eindwinst. En dat is allemaal heel goed gelukt. Dat is allemaal heel goed gelukt, ja. Vertel misschien eens meer over het Europees kampioenschap, want dat was ook een heel mooie wedstrijd. Ja, Zoetermeer, dat is een rondje wat mij normaal iets minder ligt, gewoon door de snelheid. En nu was het door de weeromstandigheden het parcours nog heel veel modder en ook met een beetje een wintercyclocross heb ik toch wel meer ervaring op dat gebied. En die dag had ik gewoon een heel goede dag en ik werd 22e, dus dat was eigenlijk heel onverhoopt. Is dat uw beste prestatie ooit? Ik denk op een EK wel, ja, ik denk het wel. Wat was uw beste prestatie aller tijden? Op een EK? Alle wedstrijden bij elkaar genomen? Ik denk toch een jaar of vijf geleden, 16e op de Wereldbeker in Canada. Nog steeds in het hoofd. Daar zit nog steeds in. Vrouwen terug in blijde verwachting, een kindje, combinatie met motorbike, zo, is toch niet gemakkelijk voor ons eigenlijk? Het is inderdaad niet gemakkelijk, maar het vergt gewoon een beetje planning van hoe gaan we alles oplossen met vervoer en zo en het verblijf daar. Maar we lossen altijd heel goed op en zo, dus het is gewoon een beetje planning. Ja, en een goede vrouw van onszelf. Een heel goede vrouw, ja. misschien kunt u een beetje raad geven aan een man die binnenkort gaat trouwen. Oh. Ja. Voor alle duidelijkheid, hè. Wat ga ik daaraan geven, ja. Ik zal zeggen, niet trouwen, hè. Jimmy, misschien een laatste vraag. Je bent nu al jaren aan het mountainbiken. Wat maakt voor jou die sport zo mooi? Goh, wat maakt de sport zo mooi? Het is gewoon... iedere koers is gewoon een nieuwe koers. En het blijft ook, iedere koers is ook gewoon een nieuwe uitdaging. En probeer ieder jaar beter en beter te worden. En, ik heb al zoveel jongens zien komen en zoveel jongens zien gaan. En ik kan er blijven. Dat vind ik het mooie ervan. Van, altijd maar goed te kunnen blijven rijden. Meer moet dat eigenlijk niet zijn. Goed blijven rijden. Ja. Dames en heren, Jimmy Tillis.